Roersma is vermogensbeheerder, maar de Belastingdienst in Goes wil zijn bedrijf Trading Advice niet erkennen als onderneming in de zin van de omzetbelasting. Daardoor zegt hij zeer vermogende klanten te zijn kwijtgeraakt en zou hij miljoenen euro's mislopen. In de afgelopen 15 jaar heeft Roersma honderden brieven, bezwaarschriften, dossiers en beschuldigingen gestuurd naar topambtenaren, kamerleden, de nationale ombudsman, ministers en zelfs de koningin. Die volgens hem niet durven toegeven dat de overheid een fout heeft gemaakt en elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden. Met een boek heb je het voordeel dat je het hele conflict zeer gedetailleerd op één plaats kan vangen. Waardoor degene die geïnteresseerd is in de onderdelen van het onderwerp zelf op een door hem gewenste tijd die onderdelen kan gaan bekijken. Een antwoord namens de vorstin staat volgens Roersma vol onwaarheden. En in die brief worden, je kunt het niet anders zeggen, bewust onwaarheden vermeld. En wordt er verwezen voor een casus uit 1995 naar wetgeving die in 1992 was opgehouden te bestaan. Daarop heb ik de majesteit geïnformeerd. Majesteit, wat hebben we nu toch gedaan? Want nu heeft u fraude toegestaan. U hebt het in de doofpot gestopt. U hebt het gelegitimeerd. En dat kan toch niet? Daarop kreeg ik van het kabinet der koningin een bericht van de majesteit dat de majesteit in deze helaas niets meer voor mij kon doen. Roersma wil alsnog zijn gelijk halen en heeft alle correspondentie in zijn geheel in het boek opgenomen. Hij beschuldigt tientallen mensen van ambtsmisdrijven, misleiding, bedrog en fraude. Hij eist het vervolgen van ministers en wil het aftreden van het kabinet. Ik ben niet bang dat ik juridisch aangepakt ga worden, omdat ik me bij de inhoud van het boek en bij heel mijn gedrag in dit conflict gehouden heb aan de feitelijke waarheid en niets dan de feitelijke waarheid en aan relevante wetgeving. Roersma stapt niet naar de rechter. Voor de belastingrechter was hij te laat en voor een civiele procedure kreeg hij geen prodeo-advocaat. Roersma stelt dat bestuurders hem zo lastig vinden dat hij door geheime agenten al met de dood is bedreigd. Is hij nu de Willem Oltmans van Zoutelanden of een Don Quixote die aan een dood paard trekt? Met zekerheid zie ik mezelf als een klokkenluider die serieus genomen moet worden. Want wanneer waar is wat ik hier in dit boek beweer, dan is er een enorm probleem in Nederland. Want dan werkt voor de hoogste regionen werkt de democratie niet en werkt de rechtsstaat niet. En dan is het toch, denk ik, een enorm probleem.